Nou, ik vind de begaanbaarheid van de Dorpsstraat wel meevallen, maar dat komt omdat ik mobiel ben. Voor mensen met een rollator is het toch echt een andere zaak. Ja, en hier kan je met je paraplu dus niet tussendoor, maar ook niet met je rollator. Fietsen doen we natuurlijk midden op de straat, maar de kinderen die gebruiken dan deze goot als rijwielpad. We fietsen midden op omdat we tegen de auto's in moeten. Deze mevrouw die woont in Mariëgaarden en die wandelt regelmatig met haar rollator door de Dorpsstraat. Ja, en wat vindt u van de begaanbaarheid van de Dorpsstraat? Heel hobbelig en vooral met haar rollator is het lastig. Het is lastig met de rollator. Ja, Kunt u de winkels makkelijk in en uit? Ja, dat is hier gaat al aardig goed. Je hebt niet veel winkels hier, maar bij Albert Heijn kan je er gemakkelijk in. Ja. En als je er rollator bent, kan je ook de boodschappen erin doen. Ja. Ja, dat is maar handig. De straat vindt u niet zo... Nee, die is hobbelig. Die is slecht. De straat ook, ja. Ja. Ja, als je fiets zo parkeert, dan kan er natuurlijk hier niemand meer tussendoor. Dus dan moet je over straat. Maar ja, het is natuurlijk altijd een wisselwerking. De straat is gewoon smal. We moeten er met z'n allen in leven. Dus ja, let een beetje op wat een ander nodig heeft en pas je aan.